Ja, Joop, ik wou nog eens bij deze situatie stilstaan. Dat was die situatie op het station. Dat die man die bij jou in de restauratie kwam, dat die even daarna ook weer bij jou in de coupé kwam zitten. Ja. Dat is wat er gebeurde. Ja. De gedachte die je daarbij kreeg, was hij achtervolgt mij. En daar was je sterk van overtuigd. Hoe overtuigd ben je daarvan, als je dat op een schaal van 0 tot 100% zekerheid afzet? 90. Ja. Schrijf ik op. Vooraf 90%. Maar goed, er zijn veel mensen op zo'n perron en in zo'n trein. En zouden er ook andere redenen kunnen zijn waarom die man die jou aankeek in de restauratie later ook bij jou in de coupé kwam zitten? Ja, hij wil een gesprek met mij bijvoorbeeld. Ja, misschien wil hij wel een gesprek met je hebben. Wil een gesprek met mij. Zijn er andere verklaringen, Joop? Heeft misschien een bepaalde reisbestemming. Ja, hij heeft misschien een eigen reisbestemming. Nog meer mogelijkheden? Hij wacht misschien op iemand. Ja, nou goed, misschien wachtte hij op iemand anders. Wachten op iemand anders. Heb je nog meer mogelijke verklaringen daarvoor? Nee? Nee? Nee, goed. Nou, dan kijken we naar deze drie. Zullen we nu eens kijken naar de mogelijkheid dat hij op iemand anders wachtte in de restauratie? Dat hij die daar niet trof en toen gewoon in de trein kwam zitten. Hoe groot schat je die kans dat dat werkelijk zo was? 10. 10%? Goed. Schrijven we dat hier op. En bijvoorbeeld dat hij ergens anders heen ging. Dat hij naar zijn moeder ging. Of naar het voetballen in Rotterdam. 30. Ja. En tot slot dat hij bij jou in de coupé kwam zitten omdat hij een gesprek met jou wilde. Wat schat je daar de kans van in? 10. 10? Goed. Kijk, en daarom staat hier een taart. Een taart is altijd helemaal rond. En die bestaat uit 100% taart. En meer dan 100% taart bestaat er niet. Als we deze kansen in gaan vullen, dan zitten we hier op 10% kans zeg je dat die wachten op iemand anders. De verklaring C. Je hebt ook gezegd, misschien heeft hij een eigen reisbestemming. Verklaring B. Die geef ik 30%. En verklaring A. Misschien wil hij wel een gesprek met mij voeren. Heb je weer gezegd, nou dat geef ik niet veel kans, maar 10%. Verklaring A. Als we dat optellen, is 10 plus 30 plus 10 is 50%. In een taart kan nooit meer dan 100%. Dat zou betekenen, als deze dingen zo waarschijnlijk zijn, dat de kans is dat die jou achtervolgde. Dat we daar nog 50% voor over hebben. Als je nu daar nog eens naar terugkijkt, nu we het er zo over gehad hebben, en nog eens een aantal andere mogelijkheden in beschouwing hebben genomen, hoe denk je dan nu over dat voorval dat die man die bij jou in de restauratie kwam, dat hij ook bij jou in de coupé kwam zitten? Aan die andere mogelijkheden had ik niet gedacht. Nee. Is er iets met je overtuiging gebeurd? Ben je nu minder zeker van dat hij je achtervolgde? Nou, misschien. Ja, ja. Dat betekent dat je er iets meer aan twijfelt dat dat zo was. Uitstekend.